jaar een keer op de afdeling A3 binnen het Maastricht UMC Plus als verpleegkundige, hbo-verpleegkundige. Wat mijn werk zo leuk maakt, is eigenlijk echt de diversiteit op deze afdeling. We werken hier met longpatiënten, waar we eigenlijk heel erg kijken van goh, hoe is het met iemand klinisch, maar waar we ook heel veel aandacht besteden aan hoe is het nou eigenlijk met iemand en waar we daar graag ook extra tijd voor vrijmaken en wat extra aandacht aan besteden. Ik ben op deze afdeling echt gaan werken omdat we hier een hele hoge teamspirit hebben. Die heeft me heel erg aangetrokken aan deze afdeling. Maar ook dat stukje psychosociaal aan de patiënt, die aandacht, waar de tijd voor wordt genomen om bij de patiënten te gaan zitten, dat heeft mij hier wel echt overgehaald om hier te komen werken als verpleegkundige. De organisatie hier in het UMC is eigenlijk een organisatie waar je heel erg in uitgenodigd wordt om te leren. Dus je wordt echt als verpleegkundige eigenlijk gewoon zelfs uitgedaagd om te leren. Van goh, wil je nog leren? Wat wil je leren? En dat wordt je hier ook heel erg aangeboden. En dat maakt het eigenlijk wel heel speciaal om voor deze organisatie te werken. Omdat je dus zoveel mogelijkheden krijgt. Ja, en je hoeft de kansen eigenlijk zelf alleen maar aan te grijpen. Lijkt het je nou leuk om een keer een dag mee te komen lopen op onze afdeling? Dan aarzel niet om contact op te nemen met ons en kom vooral een dagje kijken. Vinden we leuk!